Het is heel erg. Een aarzelend begin voor het Big Air Snowboard Event. De eerste sprong werd om 2:00 vanmiddag al verwacht, maar daarop was het uren wachten. En dat tot grote zenuwachtigheid van de Chinese vrijwilliger die de eerste sprong voor zijn rekening wil nemen. Er was nog wat werk met de kunstsneeuw en die optimaal krijgen is niet vanzelfsprekend op zo'n steile helling. Ook het luchtkussen moest nog op zijn plaats. De moeder van snowboardheld Seppe Smits kijkt intussen trots toe. De organisatoren tellen de laatste momenten af en dan kan vrijwilliger Rob eindelijk als eerste naar beneden. Maar dat is niet meteen een succes. De tweede en derde sprongen daarentegen gaan vlot. Vanavond bereiden snowboarders en skiers zich voor op de grote Big Air-wedstrijd van morgen.